Weet jij hoe energie in je lichaam eigenlijk werkt en hoe je letterlijk meer energie kunt eten? Ik ga een goed verborgen geheim met je delen. Energie wordt gemaakt in piepkleine energiecentrales die zich bevinden in al je lichaamscellen, mitochondriën. Sommige cellen kunnen er wel 10.000 bevatten. Alle mitochondriën samen vormen zo'n 10% van je lichaamsgewicht. Mitochondriën hebben brandstof nodig om energie van te maken. Hiervoor gebruiken ze glucosemoleculen en vetmoleculen. Glucosemoleculen maakt je lichaam zelf als je suikers of koolhydraten eet. Vetmoleculen krijg je binnen als je vetten eet. En wat bijna niemand weet, is dat mitochondriën van een vetmolecuul twee keer zoveel energie kunnen maken als van een glucosemolecuul. Dit komt omdat een vetmolecuul meer calorieën bevat. Een calorie is de hoeveelheid energie die nodig is. Om 1 gram water met 1 graad Celsius te verwarmen. Calorieën zijn ooit bedacht om aan te geven hoeveel energie een voedingsmiddel ons geeft. 1 gram vet levert 9 kilocalorieën en 1 gram koolhydraten levert 4 kilocalorieën. Vetten zijn de beste energiegevers die we hebben. Niet alleen de vetten die we eten, maar ook die zijn opgeslagen in ons eigen lichaam. Toch eten veel mensen juist weinig vetten en veel koolhydraten. Zij laten hun lichaam vooral energie maken uit glucose. We noemen deze mensen glucoseverbranders. Hun lichaam weet niet goed meer hoe het de eigen vetvoorraad moet aanspreken. Zij worstelen daardoor vaak met overgewicht en voelen zich vaak hongerig en moe. Vetverbranders hebben juist vaak volop energie omdat ze hun eigen vetcellen kunnen gebruiken om energie van te maken. Ze hebben niet snel honger. En zijn doorgaans slank. Als je steeds minder zoetigheid en koolhydraten gaat eten en zorgt voor meer gezonde vetten in je dagelijkse menu, dan word je vanzelf een vetverbrander. Meer weten over de omschakeling van glucoseverbranding naar vetverbranding? Download dan de Masterclass Energieboost.